Goedemorgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live uitzending. Op de zaterdagochtend, de laatste in deze festief nostalgia inspiratieweek. Ik ga deze dag afsluiten, of deze week afsluiten. En ik hoop dat jullie weer gezellig mee gaan kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke, inspirerende week vonden. Dat jullie op deze manier ook diverse dingen toch weer met onze nieuwe collectie hebben kunnen zien. Dus kijk ook gezellig vanmorgen nog weer mee. Ik heb zoals gewoonlijk op de zaterdagochtend eigenlijk weinig voorbereid. Zaterdagochtend is voor mij gewoon lekker een beetje een kliederochtendje. Even lekker loslaten. Lekker ontspannen na een druk computerweekje, zeg maar. En dan vind ik het altijd lekker om gewoon lekker een beetje met de handjes te gaan wapperen. Nou, dat gaan we dus ook vanmorgen doen. Ik ga vanmorgen gewoon een beetje spelen met de mask stencils en de stempels. Of ik complete creaties ga maken, durf ik nog niet te zeggen. Of dat we gewoon een beetje gaan testen. Dat is ook altijd leuk, dus we gaan het gewoon weer zien. Ja, weet je, juist die speelochtenden, dan ontdek je de leukste dingen. En ik kan het allemaal heel ver voorbereiden. Lukt gewoon niet altijd en moet je ook niet altijd willen. Nou, ik had voor een stempelen en mask stencils is voor mij altijd wel net iets lastiger. Als ik dan kijk naar bijvoorbeeld Petra Tilman en Mariette van Leeuwen uit ons team. Dat zijn wel echte stempelaars. En dan denk ik van wow, hoe die ook gewoon weten te toveren daarmee. Maar weet je, iedereen heeft ook zijn eigen stijl. En je moet ook niet de stijl van anderen nadoen. Je moet gewoon lekker daarmee loslaten. Nou, voor een Engels tijdschrift moest ik 5 stempelkaarten maken. Daar had ik onder andere wat eenvoudige. Een beetje in dezelfde kleurstellingen. Gecombineerd ook met het designpapier. Gecombineerd met stansmalletjes en de mask stencils. Gewoon met structuurpasta gedaan. Ik had ook wat eenvoudigere waarbij ik het mica gebruikt heb. En op de achtergrond dus ook met dit gewerkt. Misschien dat we dit straks ook nog wel een stukje kunnen doen. En ook bij deze, die heb ik weer opgewerkt met mica, heb ik ook op de achterkant het papier zelf gemaakt. Dus deze zijn echt een beetje in groentinten en wat rustiger. Nou, vanmorgen gaan we ook gewoon lekker met de stempels aan de slag. En wat het wordt, we gaan het zien. Ik ga beginnen met een aquarelpapiertje. Ik heb de stempelsetjes van onder andere de postcards, de boompjes en de sneeuwpopjes en de vogeltjes. Ik heb de beide mask stencils erbij gepakt. Nou, aquarelpapier van Vasen Creative. Ik had een proefje gemaakt. Laat ik straks na de uitzending of aan het eind van de uitzending even zien. Maar die had ik gemaakt op het stempelpapier. Dat gaat ook prima, maar ik wil vanmorgen even kijken hoe het gaat werken op dit papier. Volgens mij is een heel groot gedeelte alweer binnen, dus superleuk. Nou, hier schijnt inderdaad ook het zonnetje nu. Het ziet er wel lekker uit. Ik denk wel dat het koud is, maar dat maakt niet uit. Ik ga even kijken. Beginnen. Ik had van de week tijdens de live, was ik daar even een beetje mee bezig gegaan. En toen kreeg ik een beetje een toevalstreffetje. En toen dacht ik, misschien is dat ook wel leuk voor de live. Nou, ik ga even kijken dat ik op mijn mat, daar heb ik A5. En dit is een A5 papiertje. Dat ik mijn cirkel zo ongeveer in het midden neerleg. Het hoeft niet helemaal een egale cirkel te zijn. Ik ga gelijk nog even 2 kleinere kaartjes er ook bij maken. Even kijken. Die maak ik dan. Even kijken. 10
bij 10. En die maak ik 14 hoog. Dus dit is allemaal uit het aquarelpapier. Moeten dus nog even snijden. Maar goed, dat moeten jullie ook als jullie gaan knutselen. Dan hebben jullie denk ik ook geen kaboutertjes die alles van tevoren snijden. Dus we gaan het gewoon nu in de live doen. Ik heb gewoon met een vulpotlood even gedaan. Dat is voor mij even een hulplijntje. En het luistert niet heel nauw, maar het gaat er gewoon even om dat ik een lijntje heb wat ik een beetje als leidraad kan houden. Je kan het ook doen met een schoteltje of iets dergelijks als jij dat hebt. Ik ga stempelen. Ik ga gewoon stempelen met de oxide inkten. En waarom met de oxide inkten? Gewoon vanwege de kleurtjes. Ik ga even kijken. Ik denk dat ik deze combinatie ga doen. Dus dit ga ik ook gewoon nu een beetje bepalen van wat allemaal. Ik ga mijn stempel beinkten. En ik ga een beetje die cirkelvorm ga ik aanhouden. Ik wil eerst voor mijzelf een beetje een... globale indeling maken. Dus ik stempel eerst even gewoon helemaal af. En deze hoeven niet helemaal perfect gestempeld te zijn. Want het is een beetje een grungy stempel. Dus dat... dat kan je gewoon zelf een beetje bekijken hoe en wat. Ik ga er straks nog weer wat lichter doorheen stempelen. Dus dat komt. En weet je, met oxide inkten, het is ook geen inkt die echt geschikt is om hele scherpe afdrukken te maken. En dat wil ik dus ook niet, die hele scherpe afdrukken. Dus vandaar dat ik dat voor deze ook wel gewoon ga gebruiken. Even kijken, ik ga hier tussenin ook nog een blaadje doen. En heb ik ze overal even ver van elkaar af? Nee, dat hoeft ook niet. Ik wil gewoon een leuke krans gaan maken. En die krans die hoeft niet overal egaal te zijn. Nou, dan hebben we al een mooi begin. Ik pak er even een blaadje bij om ook even af te stempelen. Ik ga deze nog een keer weer afstempelen. En ik ga her en der nog lichtjes weer erbij stempelen. Dus ik gebruik daar gewoon dezelfde kleur weer voor. Weer die Evergreen Bow. Kijk, dan krijg je wat lichtere afdrukjes erbij. En ik ben nu begonnen op een wit papiertje. Maar je kan natuurlijk ook zeggen van ik wil eerst even een gekleurde achtergrond een beetje maken. Dat kan natuurlijk ook. Dus kijk gewoon wat jij zelf leuk vindt. Hier zijn zoveel verschillende mogelijkheden voor. Ik vind het gewoon altijd leuk om een beetje... Zeg het gewoon eerlijk, ik ben geen echte stempelaar, maar ik vind het wel leuk om gewoon dingen uit te proberen. En weet je, wordt het geen topcreatie, dan heb ik in ieder geval wel wat geprobeerd. En dan kunnen er ook altijd nog over die achtergrondjes weer plaatjes plakken of iets dergelijks. Even kijken, misschien is het ook wel leuk. Ik moet even kijken, kleur Pine Needles. Hoe die uitpakt. Pine Needles hierbij is wel leuk. Maar daar ga ik dan toch even een ander stempeltje voor pakken. We hebben ook nog dat mooie hulstkransje.
hulsttakjes. Even kijken, die wil ik niet helemaal stempelen. Dus ik beïnkt mijn stempel ook niet helemaal. Die gaat daar tussen komen. Even kijken, die mag daar komen. Als ik nou slim ben, ga ik die gelijk tussendoor een beetje afstempelen. Die kan hier ook nog. Even kijken. Daar is ook nog een ruimte over. Daar kan die ook mooi tussen. Dan gaan we daar ook lichtjes afstempelen. Kijk, zie je, zo krijg je al een heel leuk tafereeltje. Nou ja, het moet straks uiteindelijk wat worden. En dat gaat vast goed komen. Even kijken. Hier wil ik er ook nog één. Die laat ik daar ook een beetje komen. Nou, de andere kant, die heeft ook zo'n mooi hulsttakje. Dat zijn de iets kleinere. Even kijken, daar wil ik dat bovenste gedeelte even van hebben. Die stempel ik daar nog even tussen. Dus ik wil niet alles van die hulst hebben. Die stempel ik daar ook nog even tussen. En dan gaan we hem daar nog even. Gewoon lekkere vieze vingers hebben we straks weer. Heerlijk. Kijk, die kleurencombinatie is al wel ontzettend leuk, moet ik zeggen. Ja, weet je, soms moet je gewoon even wat proberen en niet te bang zijn. We hebben in de collectie van vorig jaar ook nog hele leuke stempels zitten. En daarin zit zo'n heel klein takje. Die wil ik er ook heel graag bij gebruiken. Ik vind zo'n takje wel ontzettend leuk. En daarvoor ga ik even kijken. Misschien wel de kleur Iced Spruce gebruiken. Even testen op mijn proefpapiertje. Kijk, dat is een beetje een grijsachtige. Die gaan we de lichtjes tussendoor stempelen. Dus die heb ik al eerst een keer afgestempeld op een op mijn papiertje. En die doen we de lichtjes een beetje weer tussendoor. Ja, volgende week is de demo dag. Nou, ik moet zeggen, ik heb er al behoorlijk veel stress voor. Maar ja, goed. Komt uiteindelijk wel weer op de pootjes terecht. Nou, stress had ik gisteren wel iets meer, want we hadden workshop van Vasilis en dat liep allemaal een beetje in de soep. Hij kwam iets te laat aan. Zijn koffer stond nog op Schiphol en toen had hij zich gisterochtend verslapen, want hij had heel de nacht niet geslapen. En toen al met al was hij er pas om 1:30. Nou, jullie kunnen wel snappen dat ik had al last van hoge bloeddruk, maar dat hij gisteren wel een beetje torenhoog was. Maar goed, uiteindelijk is het goed gekomen. Maar ik merk wel dat ik vandaag een beetje de kater komt later heb. Maar dat geeft niet. Nu even lekker ontspannen en aan het knutselen en aan het stempelen. Koffie erbij. We zijn al een mooi begin. Maar we zijn er nog niet. We kunnen. Even kijken. Ik heb ook van Studio Light deze nog. Nee, het gaat dit kleine takje worden. Ik wil er nog een klein takje namelijk bij hebben. Met nog weer een andere kleur groen. Ja, weet je, je bent gewoon machteloos. Je kunt ze niet ophalen vanuit
vanaf Schiphol. En dan zit je daar gewoon echt tandenknarsend van. Shit, en nu? Maar goed, het is goed gekomen. Her en der nog een klein beetje met de kleur Rustic Waldenesten tussendoor. Nou, dan hebben we al een lekkere grungy cirkel. Dan hebben wij in deze serie ook nog hele leuke script. En we hebben postcards. En ik denk dat ik voor deze de Santa's Office ga pakken. En daarvoor pak ik een... Weet je, daar kan ik wel de antiek linnen. En die ga ik één keer afstempelen. En die stempelen we een beetje in de achtergrond weer. Dus we gaan gewoon een beetje naar een decoratiegedeelte. Oh ja, mijn achtergrond wil ik gewoon niet helemaal wit hebben. Maar er moet wat op te zien zijn. En ik wil dat niet te donker hebben. Dus je doet gewoon her en der. Ga je een paar kleine accenten doen. Dan hebben we daarin ook nog leuke sterretjes. Nou, die sterretjes die kan je natuurlijk ook gewoon met een goudkleur doen. Met goud embossingpoeder kan je ze nog stempelen. Is ook leuk. Maar ik vind dit kleurtje op zich ook wel heel erg leuk erbij staan. En ik werk nu wel een beetje binnen de cirkel. Kan zijn dat straks nog buiten de cirkel ook nog wat komt. Maar dat gaan we zien. Die hebben we gehad. Dan zit hierin ook nog van die leuke scripts. Even kijken. Of de ticket. De ticket kan ook wel. Even kijken. Dat doe ik met de kleur Evergreen Bow. Beetje script nog. Ook her en der. Het binnengedeelte laat ik nog een beetje leeg. Komt misschien straks nog wat op. We hebben natuurlijk de ijskristalletjes wat we ook nog kunnen gebruiken. Maar of we dat doen. Even kijken. Dit zover. Dan hebben wij op het setje van deze hebben wij ook hele leuke stipjes. Nou, die stipjes, je kan het als sneeuwvlokjes doen. Maar die stipjes kan je ook ter decoratie overal weer doen. Ook daarvoor pak ik de kleur, wat was het? All Paper van de Distress Inkt. En die stempel ik her en der weer even over mijn spulletje heen. Dus daar komt nog een beetje Nou, het mag ook aan de buitenkant van mijn cirkeltje. Dus daar ook nog een stukje. Het zijn eigenlijk een soort gewoon spettetjes. Dan kunnen we natuurlijk in het midden een tekst gaan stempelen. Of we kunnen er straks een stickertje op gaan doen. We kunnen natuurlijk een vierkante kaart ervan maken of gewoon een A5 kaart houden. Dat is nog even wat nog te bezien is. Ik ga met de kleur Evergreen Bow nog heel lichtjes een beetje structuur en ijskristalletjes in het midden aanbrengen. Kijk, daar een klein ijskristalletje. Ja, ik vind dit kleurtje groen gewoon ontzettend leuk. Ik werk daar heel graag mee. Gewoon ook niet te donker. Dit zijn gewoon even wat, naar mijn idee, simpele kaarten voor mij. Of
rustige kaarten. Ik vind dat altijd heel moeilijk. Om gewoon met weinig kleurtjes te werken. Maar ik vind het wel weer ontzettend leuk. Kijk, dit is nu gewoon echt een beetje... Ja, je hebt je eigen achtergrondje weer. En wat ik nou wel leuk vind... Is om dan een klein beetje water erbij te pakken. En niet te veel sprayen. Maar dan krijg je een beetje, als je het heel iets heen en weer beweegt, dat het een klein beetje gaat lopen. Ik wil daar ook niet te veel hebben. Sommige stukjes mogen net iets meer. Kijk, zie je? En dan krijg je een beetje dat watercolor effect. En dat gaan we weer verhitten. En ja, het is een oxide inkt, dus het gaat ook een beetje oxideren. Dus je krijgt gewoon echt wat leuke, ja, niet perfecte idee. Nou, je kan hier natuurlijk een stansmalletje op doen van een leuke poinsettia. Je kan er een leuke tekst weer op gaan doen. Je kan nog spetteren met dit. En ik doe dat niet overal dat het uit gaat lopen, maar gewoon een paar kleine stukjes. Dan gaan we hier overheen met onze spetterpen. We willen natuurlijk een beetje witte stipjes her en der. Vandaag pakken we de postkaart maar eens een keer weer bij. Nou, wat vinden jullie? Moeten we er een tekst op gaan stempelen? Of gaan we een tekst met stikjes doen? Ja, weet je, dat kan ik ook nog wel bekijken. Nou, als je het vervelend vindt, dan kun je die lijn wat je getekend hebt, kun je nog weer weg gaan halen. Maar bij mij zie je hem eigenlijk niet zo heel goed meer, dus ik denk dat ik hem lekker laat zitten. Nou, we kunnen natuurlijk ook een leuk touwtje eromheen wikkelen. We hebben in de JMA ook touwtjes. Ja, die vogel die zou ook in het midden nog kunnen. Maar dan moet je het vogeltje wel eventjes ja, misschien uitknippen en los erop plakken. Kijk, je zou ook kunnen zeggen van ik maak bijvoorbeeld hier een leuke kleine toef nog met een strikje. Een poinsettia op en die leuke swirl. Of je kan ook zeggen, nou ik vind bijvoorbeeld dit stukje achteraf toch niet zo leuk. Ik doe hem daar en je doet daar een leuk tekststikketje. Ik plakte gewoon even voor het gemak een tekststikketje op voor het idee. Maar ik ga dat later even afwerken. Want ik weet nog niet precies wat ik hiermee wil. En ik wil vanmorgen gewoon even een paar dingetjes uit gaan proberen. Kan best zijn dat ik hier... wat wil ik zeggen? Ook nog designpapier achter gaan doen. Kijk, dan zou je hier nog een leuke poinsettia op kunnen doen. Kan je ook zeggen van, ik maak er gewoon een vierkant kaartje van. Ook leuk. En je kan er heel erg leuk ook nog met de contourliner wat leuke besjes in maken. En die liggen er dan een beetje in 3D weer bovenop. En weet je, zo heb je eigenlijk in no time heb je een ontzettend leuke kaart klaar. En ze zijn ook niet zo heel duur qua verzenden, want er zit niet mega veel op. Je kan er ook rode besjes op doen. Je kan nog met goud gaan spetteren. Weet je, er zijn zoveel mogelijkheden. Ik vind het soms ook gewoon heerlijk om eventjes gewoon een paar dingen zo een beetje uit te testen. Nog niet helemaal kijken naar de afwerking.
Want ja, daar moet je soms even tijd voor nemen. Dat was niet de bedoeling. Soms gaat dat hier ook wel eens mis, maar dat maakt niet uit. Daar komt nog een besje tussen daar. En of ik het met stansmalletjes af ga werken, dat weet ik nog niet. Weet je, clean en simpel is soms ook gewoon goed. Nou, deze is dus al behoorlijk ver af. En ik vind het denk ik wel gewoon leuk om dat touwtje daar dan later op te doen. Misschien een klein belletje er nog bij aan. Ik denk dat ik het wel leuk vind met een beetje groen er nog bij. We kunnen ook het mica er natuurlijk nog bij doen. Ja, ik hou hier ook wel van. Het is leuk om te doen en toch, ja, weet je, het effect is elke keer weer anders. Kijk, want ik had namelijk als proefje... Oh, die heb ik dus te snel weggelegd. Als proefje had ik deze gemaakt met wat andere kleuren. Nou, bij deze zijn de pareltjes een beetje plat geworden. Ja, goed. Dat geeft niet. Maar deze heeft weer hele andere kleur. Dus kijk eens, je kan gewoon met hetzelfde idee... kan je heel veel verschillende dingen gaan doen. Dus dit is met de gewone Distress Inkt gedaan. En daar hebben de kleuren Forest Moss, Evergreen Bow en Rustic Wilderness gebruikt. Dus je kan oxide of gewoon doen. Nou, dit leg ik even aan de kanten, zodat die nog een beetje kunnen drogen. Want ik had natuurlijk nog een kaartje gesneden. En daar wil ik ook nog wat mee gaan maken. En ik dacht, als we bij die nou eens beginnen. Even kijken, aan welke kant ga ik dat doen? Ik ga aan deze kant beginnen om even wat met... mask stencils op de achtergrond te maken. En dat wil ik niet al te druk hebben. Dus ik gebruik niet mijn hele mask stencil, gewoon gedeeltes ervan. Ook niet al te donker. Die leuke sterrenmacht er weer bij. Dit is wel een van mijn favorietjes, moet ik zeggen. Die doen we daar. En die komt daar. Dit wordt gewoon een iets kleiner kaartje. Nou, de tekst van Christmas Greetings ga ik ook lichtjes in de achtergrond doen. Alleen niet de hele tekst, maar gewoon een halve tekst. Kijk, zie je? Nou, dan gaan we bij deze ook gewoon weer een beetje stempelen. Dan pakken we onze... Even kijken. Deze ga ik even anders doen. Dan ga ik met deze daar beginnen. Lichtjes weer afstempelen. En daar pak ik dus niet mijn hele stempeltje, maar gewoon een gedeelte. Dus ik heb dat cirkeltje weer even gemaakt, dat ik een beetje een houvast heb van, daar kan ik nog wat gaan stempelen. Kijk, dus deze ook weer lichtjes in de achtergrond. En hij hoeft niet perfect gestempeld te worden. Je kan ook nog met een watervaste inkt er weer bij gaan stempelen. Ook dat is leuk. Je kan gewoon verschillende inkten met elkaar weer combineren. Die gaan we ook zo nog een beetje stempelen. Dan komt ons andere stempeltje. Even kijken. Waar zit die? Deze. Die komt er weer bij. Die ga ik doen met de kleur Pine Needles.
Dan ga ik deze even dicht doen. Even kijken. Pine needles komt daar. En die stempelen daar lichtjes overheen. Even kijken waar mijn cirkeltje zo ongeveer loopt. Dus ook dit gaat weer zo'n kransje worden. Deze wil ik het blaadje ietsjes korter hebben. Die komt daar. Dus gewoon ook de stempel weer een gedeelte van gebruiken. De rest gewoon weer lekker afpoetsen. Stempelen we er ook lichtjes tussendoor. Nou, daar kan straks ook nog weer een leuk tekststickertje overheen. We kunnen nog aan de zijkanten een beetje gaan blenden met onze inkt. Ze hoeven niet allemaal wit te blijven. Je kan er ook gewoon lichtjes nog weer een beetje kleur bij gaan doen. En we kunnen natuurlijk straks eventueel, als je dat leuk vindt, designpapier achter gaan doen. We gaan bij deze nog wat van dit takje ertussendoor doen, de Rustic Wilderness. Even kijken, die komt daar tussendoor. Die komt daar. En daar. En daar. Nou, wat gewoon echt een rommelig geheel. Weet je wat ik bij deze eens ga doen? Ik ga die vogel er eens even bij pakken. En ik wil die vogel heel lichtjes in de achtergrond gaan stempelen. Maar hij moet gewoon echt als... hij mag niet opvallen. Ondanks dat hij hartstikke mooi is. Maar ik wil hem echt lichtjes erop hebben. Dus ik ga hem eerst een keer afstempelen. Kijk eens, zo zit hij heel lichtjes in de achtergrond. En dan ga ik er daar ook nog één doen. Het gaat gewoon puur om het, het structuurtje, zeg maar. Daar, even kijken, hij komt hier. Hij zit daar gewoon precies in dat ding. Dan gaan we bij deze ook nog de postcardstempels weer gebruiken. Even kijken. Ook daar maar gewoon dezelfde kleur van die old paper weer. Even kijken, dit is Christmas delivery. Die komt daartussen. En Christmas delivery komt hier nog even tussen. Wat gaan we nog meer doen? Merry Christmas als tekst is wel leuk. Maar even kijken. Oh, ik heb de... Even zoeken of ik de tekststempels zo nog bij de hand heb. December 25. Die gaan we lichtjes in de achtergrond weer stempelen. Die komt daar. Dan hebben we nog de spettertjes.
Je moet wel goed kijken om dat te zien. Om wat te zien. Ik weet niet wat jullie bedoelen. We gaan nog weer een paar spettertjes erbij doen. We gaan hier ook nog wat spettertjes doen. En even kijken. Ik denk dat ik deze kant gewoon lekker rustig laat. Dan kunnen we bij deze ook zeggen van een leuk touwtje eromheen. En we kunnen natuurlijk nog weer met onze Tosca gaan spetteren. Dan hebben we een beetje witte sneeuw. Daaromheen gaan we dan nog weer een beetje een accentje maken. En langs deze blaadjes kan je ook nog weer wat accenten doen. Nou, dit zijn gewoon een beetje basiscreaties. Het kan zijn dat er dus nog wat extra bij op gaat komen. Of dat er gewoon een leuk designpapiertje achterkomt. Of net wat ik bij die andere had gedaan. Dat ik er dus nog een beetje mica bij gebruik. Weet je, dat zijn allemaal dingen. Daar moet je gewoon lekker rustig voor gaan zitten. De lichtere kleuren niet wat ik stempel. Nou, ik zal het even dicht in beeld laten zien. Het zit er wel op. Er zit dus een vogeltje hier in de achtergrond. Er zitten postcards in de achtergrond. Er zitten overal van die snow dots. Kijk, en ik denk dat ik er hier een leuk touwtje met een, een eyeletje er doorheen doe. En dan wat belletjes eraan. En dan eigenlijk hoeft bij deze straks ook niet zoveel meer. Dus dan heb je nog een simpele kerstkaart. Nou, zo kan je gewoon lekker eenvoudige kerstkaarten maken. Deze heb ik een beetje gedaan naar aanleiding van een voorbeeldje wat ik dus ook al had klaargelegd. En hier kunnen we in het midden ook nog weer een leuke tekst gaan stempelen. Dit is een beetje het soortgelijke, alleen heb ik dan aan de zijkant alleen wat gestempeld. En ook weer de mask stencils op de achtergrond. Ook weer de postkaart erbij. Nou, je kan natuurlijk met goud ook nog een leuk lijntje weer trekken. Dat je bijvoorbeeld doodelrandje doet. Dus ook dat kan je weer ontzettend leuk gebruiken. Nou, zoals dit soort stukjes hebben we nu natuurlijk gestempeld. Daar kan je natuurlijk ook weer kleine postzegeltjes van gaan maken. De vogel had ik gestempeld met de kleur Old Paper van de Distress Inkt. Nou, ik wil nog één dingetje uit gaan proberen. Gewoon omdat het leuk is. En ik had nog één zo'n klein blaadje liggen. Even kijken. En we hebben nog wel eventjes 10 minuutjes. Het is gewoon even lekker een speelochtendje. Dus gewoon lekker bezig zijn. Even kijken. Deze stempel hebben we namelijk ook nog. En wat gaan we daarmee doen? Wacht even, we gaan eerst even deze er nog bij pakken. Deze heb ik vanmorgen nog niet gebruikt. Daar gaan we de kleur Evergreen Bow weer voor gebruiken. En die poets ik lichtjes in de achtergrond. Kijk, niet overal evenveel, gewoon her en der. Hier komt ook nog een stukje. Of ga ik dat? Nee, ik ga het aan deze kant doen. Er komen ook wat sterretjes. Kijk, dan hebben we gewoon heel lichtjes een beetje een structuurtje. Nou, bij deze komen ook wat dotjes
ook in die groene kleur. We gaan nu gewoon weer een serie groen maken. Ik hou ervan. Ik weet niet, ik vind groen gewoon leuk. Ik ben daar best wel veel mee bezig. Als we toch met de kleur Evergreen Bow bezig zijn, dan pakken we die er gewoon weer bij. Die gaan we daar stempelen. Die gaan we daar stempelen. En we plakken er nog één in het midden tussen. Dan hebben we toch een mooie border. Nou, dan is het natuurlijk altijd wel leuk om die ook nog in een beetje een lichtere kleur er weer doorheen te stempelen. Dus ook weer een beetje afstempelen. Dan gaan we daar een klein takje nog weer tussen stempelen. Ga ik de kleur Rustic Wilderness voor gebruiken. Jammer dat ik de kerstkaarten al af had met de collectie van verleden jaar, maar deze collectie is mooier. Nou ja, misschien alvast voor volgend jaar bezig gaan. Het kan maar klaar zijn, toch? Nee, dat is gekheid. Maar ik ben wel blij dat jullie, tenminste ik hoop dat jullie de collectie leuk vinden. Ja, het is toch altijd weer afwachten, hè? Altijd spannend wat jullie ervan vinden. Nou, dit gaat ook weer zo'n toefje worden. Even kijken. Daar kunnen natuurlijk ook onze spettetjes wel bij. Nou, deze keer gaan we de spettetjes in de kleur Iced Spruce doen. Die komen daar nog een beetje. Nou, hier ga ik bij deze een poinsettia in het midden doen. Dat lijkt me wel een keer leuk. Ze moeten toch wel een beetje verschillend zijn. Onze script kunnen we nog weer stempelen. Dan hebben we de postzegel nog weer. Ach ja, de postzegel ligt er. Dus daar gaan we gewoon dezelfde kleur maar weer voor pakken. De postzegel mag daar en mag daar een gedeelte. En die mag ook bovenaan nog. Ik hou er wel van. Nou, het wordt gewoon weer clean en simpel. Maar dat is wel leuk. Niet openen voor 25 december. Even kijken. Dan pak ik daarvoor even een... Ga even kijken de archival inkt of deze kleur goed is. Het is ook de kleur Evergreen Bow. Maar soms dan wijkt het wel een beetje af. Maar dit is wel een goeie. Dit is gewoon ook watervaste inkt. En dat vind ik voor het stempelen wel fijner. Dit is gewoon de archival inkt, zeg maar. Niet openen voor 25 december. Nou, ik had hier dat stempeltje van 25 december nog. Dat vind ik dan wel leuk. Moet ik hem wel recht doen. Om 25 december ook weer een beetje in de achtergrond nog te laten komen. Nou, we kunnen natuurlijk ook onze stansmalletjes hier nog weer bij gebruiken. Weet je, er zijn zoveel mogelijkheden. Deze kan je ook nog weer op een
de vorm van een labeltje gaat stansen. Of dat je er gewoon een ATC'tje van maakt. Of dat je hier nog wat die-cut plaatjes bij doet. Ja. De mogelijkheden zijn nog te over. En uiteraard komt hier dan ook nog weer een leuk lintje bij. Nou, dit zijn gewoon even een paar ideetjes om jullie gewoon lekker een beetje weer op weg te helpen met deze collectie. Hoe je er dus ook heel leuk mee kunt stempelen. Vandaag heb ik dus even geen complete creaties. Ik ga ze gewoon op het gemakje afmaken. Ik moet vanmorgen ook gewoon even, omdat gisteren zo'n stressvolle dag was, gewoon ook even zeggen dat ik het uur niet helemaal vol ga maken. Maar ik heb dus wel allerlei leuke ideetjes. Nou, de afwerkingen die komen dus nog. Gaan jullie nog zien. Ik hoop dat jullie dit toch leerzaam vonden en leuk vonden. Volgende keer hoop ik weer met andere kleurtjes aan de slag te gaan. En wat bij deze ook nog wel leuk is, is natuurlijk om wel een beetje nog weer met de watercolors ook bezig te gaan. En ja, weet je, je kan natuurlijk ook nog met embossingpoeders en alles erbij doen. Ik moest gewoon voor deze live even met een beperkt aantal producten doen. Zodat ik ook niet te veel nog op hoef te ruimen. Dus vandaar dat we nu even hierbij laten. Ik vind dit trouwens wel tof worden met dat water erbij. Ja, het liefste zou ik nog een uur doorgaan, maar want ik zie allemaal leuke dingen weer, maar ik moet gewoon eventjes aan mezelf denken wat dat betreft. Dus je kan er heel veel leuks mee doen. Ik vind het tof om toch een beetje nog te activeren, zodat de oxide ook lekker gaat spelen. Dus het zijn lekkere proefjes geworden allemaal. Jullie zien TZT resultaat nog. En ik zou zeggen een heel fijn weekend. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!